daar zijn we weer. Oké. Okay. Vertel maar, hoe is het gegaan? Nou, we hebben het een half uur volgehouden daarbinnen. Met drie rechters van de Vraaglijnskamer en de G4. Die heb ik niet op beeld. We hebben het wel over gehad, over of we mochten opnemen. Ook deze Vraaglijnskamer had het verzoek van Vitali Feiten pers om te filmen afgewezen bij voorbaat. Op grond van een suggestie van het Openbaar Ministerie dat ik onderdeel uitmaak van een groep die de orde verstoort. Nou, het is grappig, want de vorige zaak met rechter Paris werd op die grond dus gevraagd. We hebben deze Vraaglijnskamer gevraagd van mogen wij hier dan wel filmen, want u bent ons in dienst van ons. U bent de mediator, dus u moet dit onderzoeken. En dit gaat in dit openbare gebouw buiten die privékamertjes. En dit gaat het hele Nederlandse volk aan, of in ieder geval op het territorium wat we kennen als Nederland, al die mensen. En dus als ik bij een groep hoor, hoor ik bij die groep mensen die hier op dit territorium wat we kennen als Nederland horen. Want verder ben ik niet lid van een groep, of moet van een Nivonhuis zijn of zoiets, weet je, of een natuuristenvereniging. Maar verder ben ik, trouwens daar ben ik gerooieerd. Nee, weet je, ik probeer zo min mogelijk lid te zijn. Want ik heb zoiets, ik moet of van alles lid zijn, of alleen van wat onontkomen, dus van de wegenwachtdienst. Maar ook dat hebben we omgevormd naar de State of Concord. Iedereen kan nu op kenteken via de State of Concord zijn auto wegenwachtservice geven. Nieuwtje. Komen we vanavond in Vitali Feiten wel op terug. Vitali Lai. Maar hoe het hier ging. De rechters hebben de keus voorgesteld. We hebben de keus voorgelegd tot drie keer toe, de drie logo's, de drie dingen, drie keer gevraagd van wilt u ons nu toestemming geven om alsnog Vitali Feiten hier te laten filmen of anders de mensen met de cameraatjes hier en ordelijk, heel rustig. Dat heeft de rechter tot drie keer geweigerd. Ze zeggen nou als het nu de drie keer is dan betekent dat wij niet verder kunnen. En dat we de Vraaglijnskamer gaan vragen. Met alle respect voor dat u hier gekomen bent en dat u toch zoveel moed heeft getoond tot nu toe. En toen hebben ze de zaak geschorst. Zijn ze naar achter gegaan. Hebben wij gewacht. Genoeg security bij ons. Want we worden echt als speciale zaak behandeld hier. De security krijgt ook meldingen van tevoren. De opnameapparaatjes worden allemaal ingenomen, zoveel als ze het kunnen vinden. En de rechters gingen naar achter, wij hebben daar 10 minuutjes gewacht. Ze hebben dus niet de zaak gestopt. En toen kwamen ze terug en ze zeiden, we schorsen de zaak. Dus dat wil zeggen, hij gaat nog door. Ze willen niet aan die vragen die ik heb gezegd. Ik zeg, ik vraag hoe dan. Maar zij zeggen, nee, schorsen. Ze hebben dus kennelijk 10 minuten overlegd met de drie rechters van hoe doen we dit. Ik heb naar voren gebracht de gronden al die B.R. van Kessel gegoogeld had over een uitspraak hier in een soortgelijk mediaconflict waar de huisregels die hier ook staan, kamertjes, elektronische detectie, gebruik van beeldopnameapparatuur verboden. Dat staat hier in de lucht. Dat is een huisregel, maar die huisregel is in strijd met de grondwet. Als je een huisregel maakt in strijd met de grondwet, is die ongeldig. Dan kun je nog zeggen, ja, maar voor de goede orde wat dan ook. Het blijft een publiek gebouw. Een huisregel te maken die in strijd is met publieke belangen, is dubieus. Dat hebben we voorgebracht. En vervolgens hebben we de uitspraak die Bea had gegoogeld erbij gehaald, die hier eerder is gedaan, waarin gezegd werd, er is een hoger belang dan het wel of niet verbieden van opnames door de pers als het gaat om de mogelijkheid voor zelfverwerkelijking van het volk, naar transparantie. Ik heb ze opgelezen, maar in ieder geval wat hoort bij een democratische samenleving. En dat hadden ze gelezen, dat had ik gevraagd. Ik zei van kijk, u gaat nu proberen onder die eerdere uitspraak nieuwe regels te maken. Maar u zit hier als onze trustee.
Wij zijn degene als het volk die uitmaakt wat hier gebeurt, niet u. En ja, dat was dus een beetje een machtsstrijd. Op een gegeven moment zat mijn administrator, Cas Kingma, naast me, die wilde iets zeggen. En de rechter zei, houd jij met je mond houden. Like, meneer Teunis kan het zelf, of beter van de Holland. En, dus, maar goed, ik hoorde toch wat Nick Cas Kingma zei, dus dat brengt dan wel in. Maar het was echt een beetje een machtsstrijd. Hè. Het ging er niet om die waarheidsvinding, om de inhoud van de zaak. Of het nou wel of niet een uitstekende lading was. Wie heeft het boekje? Ik kan nog even in beeld brengen. Oh, deze hier. Dit was de zaak. En het gaat dus allemaal over één agent die mij aanhield. Die zei, jij hebt die wagen uitstekend geladen. En ik zei, uitstekend geladen en dat hoort wel op Vitali Live. Is deze uitstekend geladen, ja of nee? Het punt is, leeft het een gevaar op? Ja? En de inhoud van de zaak willen ze niet aan, want die is grensverleggend. Maar ondertussen leggen wij ook grenzen. Dankjewel. Freedom.